Hallo, ik ben Ayla, de kidsreporter van Theater en Parade. Ik ben naar de voorstelling Rapunzel geweest. Het was heel grappig, leuk en spannend. In het begin gaan ze allemaal liedjes zingen, vrolijk, bij de kapper. Op een gegeven moment komt Rapunzel met de koets. Ze wil haar haar laten afknippen om de betovering te verbreken. Maar dat gaat niet helemaal goed. De gouden schaar is naar de slijper. Ze gaan de schaar zo snel mogelijk halen, tot ze door de heksfien wordt ontdekt. De heksfien sluit erop in de hoge toren. Maar heksfien wil ook bij haar komen om haar haren niet af te knippen, maar één haartje te jatten om één drankje te maken. Daarom gaat ze naar boven. Er zitten veel leuke grapjes tussen en het loopt altijd goed af. Dit is een van de leukste voorstellingen die ik in alle voorstellingen van de Theater aan de Parade heb gezien. Veel plezier met het kijken van de voorstelling. Doei!